Ken je dat gevoel? Je staat bovenaan de piste en je vindt de piste veel te steil. In deze video geef ik jou tips hoe je goed van een steile piste naar beneden kunt komen. De eerste tip. Hij klinkt heel simpel en logisch, maar doe nooit je skis uit en ga nooit zittend naar beneden. Als we dat doen, hebben we geen controle meer over de snelheid en gebeuren er ongelukken. Hou dus altijd je skis aan. Er zijn een aantal manieren hoe je veilig naar beneden kan komen. De eerste is roetje naar beneden. Je gaat naar de zijkant van de piste en zet je skis dwars op de berg. Je gaat goed op je dalbeen staan en je buigt je knieën telkens een beetje naar het dal toe, zodat je rustig naar beneden gaat met je skis op een veilige manier. Lukt het jou wel om bochten te maken van steile pistes? Zorg dan dat je je bochten afmaakt. Stuur je bochten de berg op, waardoor je snelheid vermindert en controle houdt ook op de steile pistes. Wat ook erg belangrijk is, is dat je bovenlichaam zo schuin is als de helling. Als we dit doen, krijgen we voldoende druk op ons dalbeen en kan je veilig de piste af. Naast dat ons bovenlichaam schuin moet houden, is het ook belangrijk dat je je knieën en enkels richting de berg beweegt, waardoor onze skis kanten en je grip houdt op steile hellingen. En als je deze tips goed toepast, dan heb je voldoende druk op je dalbeen en controle over je skis. Zorg er ook voor dat je niet achter op je skis leunt, maar juist naar voren, waardoor je controle houdt over je skis. Als laatste tip is het belangrijk dat je je stok inzet net wat verder naar beneden doet, waardoor je je bovenlichaam en je gewicht dwingt om naar beneden te gaan en goed de bocht kan sturen. Ik hoop dat als jij volgende keer bovenaan de piste staat en denkt, oh jee, deze is steil, dat je aan deze tips denkt en goed naar beneden kan komen. Vond je deze video nou leuk? Like die video en abonneer je op ons kanaal.